Oh. Hij is eindelijk dood. Ja. Moordenaar. Normaal hoef ik nooit zo vroeg op woensdag, maar ik heb zo'n meeting in Amsterdam. Waar ik misschien nog niet zoveel over mag vertellen. In de winter is het zo moeilijk om je warme bed uit te gaan. Goedemorgen, Kai. Moet het wel allemaal stuk? Ik ben de afgelopen dagen bezig geweest met een nieuwe video voor Jurre. Voor wie ik ook zijn allereerste video heb gemaakt. En dat kon je natuurlijk al in een eerdere vlog zien. Deze wordt ook weer heel cool. En het is een duet met een super knap meisje. En dan heb ik als bedankje van Jurre een superleuk cadeautje gekregen. Dit is echt een heel attent cadeau, want dit verwijst naar dit probleem wat ik altijd heb. Ik ben dus onderweg naar Amsterdam voor een afspraak met het bedrijf Social Inc. Ik weet op dit moment nog niet of het doorgaat waar het over gaat. Dus het kan best zijn dat je er nooit meer iets over hoort en dat dit een heel raar stukje is. Noord is eigenlijk best mooi. Het was een super toffe meeting bij Social Inc. En ik ging er een beetje kritisch in natuurlijk, maar als het doorgaat, dan wordt het wel echt lachen. Lekker broodje, maar de uiensoep smaakte naar tomatensoep. Terwijl ik onderweg was naar huis, kreeg ik een uitnodiging van de Grote Prijs van Nederland. Ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds echt iets voorstelt, maar in mijn tijd, 10 jaar geleden, was het best wel een big deal om daar mee te mogen doen. En dat heb ik dus ook gedaan met mijn solo project. En toen heb ik de Grote Prijs van Nederland gewonnen in de categorie Singer-Songwriter, de publieksprijs. En dan zeg je misschien Singer-Songwriter, waar was je hoedje dan? Maar ik was inderdaad niet echt de meest typische Singer-Songwriter. Ze hebben zelfs het reglement voor mij moeten aanpassen zodat ik mocht meedoen. Blijkbaar nam ik het zelf niet zo heel serieus, want ik was foto's aan het zoeken van die tijd. En toen vond ik dit citaat. Wat ik deed, 20 minuten vals over een cd heen zingen en daar 1000 euro mee winnen. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb dus best wel last van een soort iPhone duim. Hier, die is een beetje rood en dik. Als je te lang naar je duim kijkt, wordt het eigenlijk best wel een raar ding. Als je mijn epische XL poezenvlog hebt gezien, dan weet je dat Kai sinds deze week het rijk helemaal voor zichzelf heeft. En sindsdien is hij iets op het spoor. En dat zal waarschijnlijk een muis zijn. Maar ja, als je mijn muizenvlog hebt gezien, weet je dat ik die systematisch heb uitgemoord. Jesse was vanmorgen heel vroeg opgestaan om naar zijn stage te gaan in Amsterdam. Toen was ik daar, dan ging hij terug naar Hilversum. Was hij in slaap gevallen in de trein. Werd hij in Amersfoort wakker. En toen kwam hij erachter dat hij moest werken vanavond in Amsterdam. Maar nu is hij eindelijk toch bij mij. Ik vroeg aan Jesse of we nog iets leuks gingen doen vanavond. Er zit een muis onder de piano. Moordenaar. Mijn Miepie heeft een vogel opgegeten. Ik wil wel dat Kai die muis vangt, maar
Ja, nu vind ik het toch zielig. Waarom doen poezen van die gekke dingen? Nu Kai de muizen eindelijk dood heeft gemaakt, kunnen we eindelijk gaan eten. Even kijken. Ik kan hier schaatsen, het lijkt een Groningen. Lekker gegeten bij Vlinders. Mijn pulled pork sandwich was echt super lekker sappig. En de chocolademousse was ook heel goed. Misschien kan Kai zeggen... En als je dit een leuke vlog vond, doe dan een pootje omhoog. Pootje omhoog. En abonneer. Wauw.